Dus, en ik dacht, nou ja, ik lig hier toch in het bed. Ik kan geen kant op, want ik zit vast aan een infuus. Laat ik eens even kijken wat er op die, op die bijsluiter staat. En daar stond: uh, ijzer, uh, ijzerpillen moet je nooit innemen tegelijkertijd met zuivel, want zuivel blokkeert de ijzeropname. En toen uh, werd ik echt in paniek gebeld: van je, moet, je mag niet meer alleen je verplaatsen. Je moet direct je ouders naar huis halen, je moet onder toezicht naar het ziekenhuis toe. In het ziekenhuis werd ik opgewacht met een rolstoel, want ik mocht niet meer zelf naar de afdeling toe lopen. <laughs> zo. Mm. Ja, ze, ik was blijkbaar dus echt in levensgevaar met zo'n laag hb. Ja, borstvoeding bevat uh, zo'n 1,4 tot 1,8 gram uh, eiwit per 100 milliliter. Zo'n 3,4 gram vet per 100 milliliter en zo'n 7 gram koolhydraten, suikers mm. per 100 milliliter. Dus het goedje waar een baby zich mee transformeert, eigenlijk, van compleet hulpeloos naar iets minder hulpeloos, hè? praten. Dat doet hij dus op een goedje wat voornamelijk bestaat uit suiker. Nou, waarom we bang zijn voor suiker, dat lijkt me niet gek. Er zijn miljarden tegenaan gegooid om jou te laten geloven dat suiker de duivel is. Als jij heel veel fruit gaat uh, eten, dan gaat het letterlijk. Op alles in jouw lichaam licht schijnt. Mm. Dus alles wat er eigenlijk suboptimaal is in je lichaam, wordt letterlijk aan het licht gebracht. Hi, leuk dat je kijkt en of luistert naar de SeatRoom Podcast. In deze podcastserie proberen we de waarheid van de moment te doorzien om zo ons bewustzijn te verruimen. Waarheid is namelijk een continuum en het is altijd in beweging. Het is daarom belangrijk om open en onderzoekend te blijven. Grote kans dat jouw waarheid van vijf jaar geleden niet meer dezelfde waarheid is als die van nu. Vind je het leuk of waardeer je wat ik maak? Abonneer je dan op het kanaal of like en deel het met je vrienden en familie en help zo het kanaal te groeien. Heel erg bedankt en heel veel plezier. All right, true uh, podcast nummer 5. vandaag met uh, Janneke van der Meulen. Daar heb ik heel veel zin in. Um, ik ga jou zo meteen helemaal introduceren, of jij mag jezelf introduceren. Maar ik ben eigenlijk uh, deze podcast serie begonnen met iedereen de vraag te stellen: Heb jij onlangs, in de afgelopen vijf jaar of recent, nog ergens je waarheid over moeten bijstellen? En zo ja, over wat? Wow. Ja. Um, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat natuurlijk eigenlijk non-stop. En dan vergeet je heel snel wat je daarvoor dacht. Qua voeding merk ik dat ik... Want dat eerste boek was 2014. Um, en ik, ik wilde ook per se pas schrijven... als ik echt dat gevoel had van... klik, ja, dit is het. He, want daarvoor uh, had ik ook allemaal, alle kanten opgezwerfd. Um, dus qua voeding uh, heb ik het idee... Uh, ja, gaan we lekker... Nou, um, ik ben recentelijk moeder geworden. En mijn vader zei altijd al van... Uh, ja, opvoeden bestaat niet. Je kunt hooguit een beetje beïnvloeden. Mm. <laughs> en toen dacht ik altijd, wat een gelul. Je, 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 je bent gewoon aan het weglopen voor je verantwoordelijkheid. <laughs> maar nu ben ik zelf moeder. En nu ervaar ik wel hoe... ja, inderdaad, hoe weinig uh, invloed je hebt. Mm. Ja, je hebt wel een beetje invloed, maar... Nou, het is, uh, het is moeilijk, laat ik het zomaar zeggen. Mm. Je staat erbij, je kijkt ernaar, je kunt een beetje... Uh, nou, tenminste, je doet alsof je een beetje kan... Mm -hmm. <laughs> een beetje invloed erop hebt, maar het is... Uh, ja, dat. Dus daar ben ik wel... Uh, dat ik denk, zo, dit is niet voor watjes. <laughs> nee, ja, nee ja. ik ben nu zelf ook uh, net uh, tien maandjes papa en de tweede is onderweg, dus... Uh... Voornamelijk voor mij is het geduld leren hebben <laughs> oh, en ja. uh, dat je niet alles meer op je eigen tempo kan doen zoals jij het zou willen doen. En, uh, ja, maar volgens mij zitten er heel veel mooie lessen in verborgen in het ouderschap. Dus, uh, ja, dus dat is eentje en uh, echt een andere waarheid. Leuke vraag. Hmm. die had ik eerder moeten weten. Had ik er even diep over na mogen denken. Mag ik er nog op terugkomen? Zeker, ja, ja we gaan er een heel gesprek erover hebben. Hey Janneke, jij bent uh, uh, wereldkampioen geweest. Op Europe om, om dit moment zelfs nog. Europees kampioen. En je bent onlangs ook nog eens uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar 2023. Ja. Wat een belachelijke waslijst. <laughs> <laughs> Wat staat er nog op de planning? Nou, de sport... Die ik doe, dat is onder andere de Beat Sprint, noemen ze dat. Dat is een beetje een rare naam voor uh, wat het eigenlijk is. Je rent over het strand naar je boot toe. Dan roei je een parcours, 250 meter. Dan roei je weer terug naar het strand. Mm. Dat is dus allemaal in de branding. En dan ren je weer terug naar de finish. En we zijn daar een beetje mee begonnen voor de lol. Zo van, uh, maar de Roei uh, World Rowing had daar wel echt serieuze plannen mee. Omdat we gewoon merken dat in de wereld waarin we leven. alles moet snel, spectaculair. Er moeten de hele tijd onverwachte dingen gebeuren. Want anders kunnen mensen hun aandacht er gewoon niet meer bij houden. En dat is zo serieus geworden. dat die sport die wordt in 2028 Olympisch wordt. Mm. Ik ben daar op dit moment de regerend wereldkampioen in die sport. Dus ja, nu ineens <laughs> heb ik de vraag van ga ik nog via door? Mm. En ga ik proberen om die Olympische Spelen te halen? Want op zich heb ik alles al gewonnen en alles meegedaan, behalve dus die Olympische Spelen. Mm. Um, en wat ga je doen? Of ben je nog aan het invoelen? Nou, ik, 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 uh, ik heb zoiets van, uh, ja, why not? Mm. We gaan het gewoon proberen. En wat ik leuk vind, het geeft een hele nieuwe dimensie aan de sport. Allemaal dingen worden anders. Er komen ineens belangen bij kijken. En die hele nieuwe dynamiek, dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik heb ook zoiets, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel meemaken. En uh, ja, ik ben toch iedere dag aan het trainen. Dus ik ga niet ineens stoppen met trainen, nee. omdat, uh, omdat de sport die ik toevallig doe ineens Olympisch wordt. Dus ik ga nee. er gewoon vrolijk mee verder. En ik ben heel nieuwsgierig. <laughs> Ja, spannend. Ja. Hey, ik ken jou uh, sinds uh, vorig jaar, eigenlijk van iets heel anders. Je hebt mijn uh, wereld nogal op zijn kop gezet ja. sinds uh, vorig jaar. Uh, voor de mensen die jou uh, in die zin uh, los van je roeicarrière niet kennen, wat doe jij hiernaast nog meer? Ik heb hier een heel mooi boek staan. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik ben de bedenker van de win-win-methode. Dus ik probeer altijd te eten en te leven op een manier die en het allerbeste is voor mezelf, maar ook het allerbeste voor de wereld. Ik hou daarbij altijd drie dingen in mijn achterhoofd. Aan de ene kant dus dat eenheidsbewustzijn. Dus we hebben allemaal dezelfde moeder, namelijk moeder aarde. En ja, mijn gedrag heeft invloed op jouw gedrag, want ik ben jij en jij bent ik. Mm -hmm. Dus iets wat ik niet echt leuk vind bij mezelf, probeer ik ook niet bij anderen te doen. En die ander is voor mij heel breed. Dus ik, dat stopt niet bij de mensen die ik lief heb. Dat, stopt, ja, dat, dat gaat door tot andere mensen, andere voelende, levende Wezens. Uh, het tweede wat ik altijd in mijn achterhoofd hou is. Ik heb twee masters afgerond aan de Erasmus Universiteit. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik daar heb geleerd. is hoe je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden beoordeelt. Nou, dat is wel handig uh, vandaag de dag. want ja. iedereen roept toeterd door elkaar heen. iedereen beweert iets anders. En ja, wie je moet geloven. of waar je moet beginnen. is tegenwoordig bijna de lastigste vraag die er is. Maar goed, als je topsporter bent en je hebt uh, grote ambities, dan moet je op een gegeven moment wel koers kiezen en een plan trekken. En een, um, dus ja, ik dacht, laat ik wat nuttigs gaan doen met die studie. Dus ik, ben, ik heb alle onderzoeken met een hoge bewijskracht. Dat wil niet zeggen dat het waarheid is. Hè, want het mm. kernprincipe van de wetenschap is: Ignoramus, wat staat voor. We weten niet. En hmm. wat dus eigenlijk uitnodigt om altijd onderzoekend te blijven, nieuwsgierig te blijven, open te blijven voor het nieuwe, voor het onverwachte, om altijd, hè, wat jij ook zo mooi zegt, te mogen terugkomen op je inzichten of eh, dat soort dingen. Hmm. Maar wat ik dus wel heb gedaan is, ik kijk wel ook altijd eventjes: wat komt er uit die betere onderzoeken? Welke hmm. richting wijst dat op? En uh, als laatste, wat ik altijd natuurlijk in mijn achterhoofd heb, is wat kunnen wij leren van mensen die gezondheid hebben op alle fronten? Dus die fysiek gezond zijn, mentaal, emotioneel, financieel, relationeel, spiritueel. Wat, wat, wat kunnen wij van dat hele kleine, selecte, illustre gezelschap leren? die dus gezondheid heeft op alle fronten? En, ja, en wat zij doen, laten, onderzoeken. Uh, eten, drinken, et cetera, et cetera... ja, dat hou ik ook altijd in mijn achterhoofd. Hmm. Dus dat zijn de drie dingen waar ik altijd... Uh, ja, die ik altijd in mijn achterhoofd hou als ik schrijf of praat. Hmm. En ja, daar zou ik er wel direct bij zeggen... gebruik mij als klankbord. Hmm. Ik bedoel, uh, mijn waarheid is uiteindelijk ook maar een mening. Hmm. Um, maar in het dagelijks leven ziet dat eruit dat ik mensen één op één coach. Dus ik, ik uh, bied langdurige trajecten aan omdat ik... Ja, wat leer ik gewoon weer vanuit de topsport? Ik heb daar nog nooit iemand gezien die zei van... Nou ja, het leek me wel leuk. En toen uh, ging ik gewoon even uh, een half uurtje per week met mijn coach bellen. <laughs> mm. En ik moest wat boekjes luisteren en wat podcast lezen. Nou, en nu ben ik olympisch kampioen. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus als je met mij gaat samenwerken... dan pas ik ook alle principes toe die een topsporter ook heel goed maken. Dus dat betekent... Iedere dag trainen, iedere dag herhalen, heel vaak en veel hetzelfde doen. Um, en intensief contact met je coach. Ik bedoel, als, als toproeier, je wordt twee keer per dag intensief gecoacht door verschillende coaches ook mm. nog eens. Ja, dus je hebt op alle fronten heb je weer een andere coach. Uh, nou, dat heeft ermee te maken dat we allemaal namelijk blinde vlekken hebben. En. Um, maar goed, daar kunnen we er straks op ingaan. Mm. Dus hoe ziet dat eruit? Ik coach mensen één op één in langdurige, intensieve trajecten. Omdat ik resultaat wil. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. En helemaal als ik uit zicht ben, dan wil ik juist dat mensen echt, echt, uh, nou ja, lekker doorgaan, om het maar zo te zeggen. Nou, en ik heb natuurlijk ook een podcast, de Win-Win-podcast. Ik schrijf boeken. Ik uh, probeer iedere dag een informatief blog te schrijven. Ja, die kan ik zeker aanraden trouwens. Die schrijf je echt heel goed. Dus complimenten daarvoor. <laughs> Dank je. Um, lukt niet iedere dag. Want ik train ook twee keer. Ik ben moeder. Ik geef nog borstvoeding. Mijn dag heeft ook maar 24 uur. Um, vroeger was ik heel streng. Mocht ik niet naar bed uh, voordat ik... Als ik, uh, ik moest eerst een blog schrijven. Hmm. Dan pas mocht ik naar bed. <laughs> en nu denk ik soms... Ja... Uh, ik kies er nu toch even voor om half negen al mijn mandje in te duiken. Mm. Want uh, ja, morgen weer twee keer trainen, weer dit, weer dat. Dus um, ja, volgens mij heb ik dan alles verteld, een beetje toch? Wat ja, ik, ja, ik uh, waar ik jou dan van ken, is in ieder geval van de eiwitleugen. Want dat heeft voor mij heel veel uh, veranderd. Omdat ik dus uh, werkzaam ben als personal trainer en in die wereld: eiwitten, 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 eiwitten. Ja. En voornamelijk zoveel mogelijk dierlijke eiwitten. Mm. Um, hoe ben jij tot dat inzicht en onderzoek gekomen? Of kun je, je eerst eens vertellen wat eigenlijk de, de, de keys of de essentie is van de eiwitleugen? Waar gaat het over? Nou, samengevat komt het erop neer dat uh, door ongeveer echt iedereen: je vader, je moeder, je opa, je oma, uh, de meester, de dokter, de, ja, alle, alle grote namen, het gros van de boeken. Proberen je ervan te overtuigen dat in welke levenssituatie dan ook het noodzakelijk, natuurlijk en daarmee normaal is om dierlijke eiwitten te eten. Dus er zijn echt letterlijk miljarden tegen aangegooid om jou te laten geloven dat het dus natuurlijk, normaal en noodzakelijk is om dierlijke eiwitten te eten. Nou, dus ik ben dat ook gaan proberen, uh, maar als ik dan naar mijn lichaam luisterde, dan dacht ik van, nou, als dit het is. Dan ben ik niet echt heel tevreden, want na iedere maaltijd kakte ik in. Dus dan mm. voelde ik dat het eten wat ik gegeten had, mij energie kostte in plaats van dat het me energie gaf. Ik had een slechte huid, ik had hele slechte darmen. Um, en heel vervelend en lang spierpijn na krachttrainingen. Mm. Nou ja, en ik dacht, daar heb ik vooral deze. Onzin om het maar even zo te zeggen. Heb ik eigenlijk gewoon geen tijd? Ja, en dan uh, word je toch eigenlijk gedwongen om het zelf uit te zoeken, waar ik uh, eigenlijk heel blij mee ben over. Ja, want jij bent wel eerst begonnen met uh, jij bent wel vanuit de kant van vlees eten en alles gekomen en zuivel en dat soort producten. Mm, nou, ik ben opgevoed met uh, mijn moeder had een hele grote groententuin met veertig verschillende eetbare groentensoorten. Dus wij aten zoals we dat dan zeggen, echt heel gezond. Mm. <laughs> maar ja, ook magere biologische magere yoghurt en ik moest van mijn moeder altijd tussen de middag altijd één glas biologische rechtsdraaiende karnemelk, weet ik veel mm. drinken. <laughs> wij mochten, wij hoefden niet veel vlees te eten, maar wel af en toe een beetje vlees. Um, dus ja, wij aten ook kaas op brood. Dat was dan wel altijd biologische, magere, 30-plus kaas, weet je wel? Mm. <laughs> Dus wij deden op onze manier echt ontzettend ons best... om gewoon heel gezond te eten. Maar dus daar, daar zaten ook dierlijke producten bij. Mm. En mijn vader is de kleinzoon van een slager... en mijn moeder is de dochter van een zuivel melkveehouder. ja. Dus ja, dat, dat zat gewoon... Ja, dus zo, zijn wij, zo ben ik opgegroeid. En, en ik lus echt alles, hè. Dus ik mm. ook paling en makreel en zalm en biefstuk. En, en ja, hoe meer, hoe beter. Mm. <laughs> um, en dan kom je in die sportwereld. En dan, is het, dan wordt dat, dat eiwitverhaal... Dat, dat krijgt eigenlijk nog even een extra, een extra dimensie. Dus dan wordt het nog wat vaker gezegd. Mm. En nog wat meer herhaald. Ook vanuit NOC en NSF trouwens. Mm. Dus dan komt dat er nog uh, dikker op te liggen. Wat dus betekent dat je kwark gaat eten, of nog weer wat meer eieren, of nog wat vaker vlees, of blikjes tonijn door je salade gaat gooien. Ja, um... ja op een gegeven moment was het bij mij zo erg dat ik iedere maaltijd was ik heel erg bezig met: zit er wel 30 gram eiwit in ja. deze maaltijd? Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja. Als wat je <laughs> net noemt is er een jaar geleden, was dat mijn wereld. Dus, uh... Oh ja. Ja. <laughs> ja. ja, en het voelde voor mij niet goed. Uh, daarnaast wilde ik als kind al vegetariër worden. Dat mocht niet van mijn ouders. Uh, die hadden zoiets van, ja, je hoeft niet veel vlees te eten... maar je moet wel een beetje eten. Want ja, mm. ook zij waren natuurlijk gebrainwashed... om te geloven dat dat, dat, dat uh, noodzakelijk is. Ja. Um, nou ja, en op, uh, toen ik 16, 17 was, toen werd ik heel erg ziek. Ik had nog maar een HB van 3,7... Mm. Terwijl voor een vrouw is de ondergrens, wat mij betreft, 7,8. Volgens mij is hij nu bij de meeste huisartsen al verlaagd naar 7. Nou, dan denk ik al dat je veel te laag zit. Maar goed. Hij was dus 3,7, dus ik was meer dood dan levend. En toen kreeg ik ijzerpillen en bloedtransfusies. En ik dacht, nou ja, ik lig hier toch in het bed. Ik kan geen kant op, want ik was aan een infuus. Laat ik eens even kijken wat er op die, op die bijsluiter staat. Mm. En daar stond, uh, ijzer, uh, ijzerpillen moet je nooit innemen tegelijkertijd met zuivel, want zuivel blokkeert de ijzeropname. En toen dacht ik, potverdorie, ik was net juist iedere maaltijd extra zuivel gaan mm. nemen. En ik was gestopt met Monsieur de range. Want ja, ik dacht, dat is slecht voor je tanden en dat is slecht voor je bloedsuikerspiegel. En daar zitten veel te veel suikers in. Dus ik kan beter zuivel gaan consumeren. Mm. Nou ja, en dat heeft dus de re ja, als resultaat gehad dat in combinatie met topsport, uh, zware menstruatie, dat ik, dat ik gewoon heel langzaam meer ijzer eigenlijk verloor en verspilde dan dat ik nog kon aanmaken met als gevolg dat mijn haar helemaal uitviel... ik echt lijkbleek was... ik kon geen sprintje meer trekken. Mm. Uh, ja, ik was wat ik zeg... meer dood dan levend. Um, en, en nooit heeft iemand... want ik heb natuurlijk... voordat je 3.7 hebt... ben ik al heel vaak naar de huisarts ja, gegaan. Ja. Hè, heb ik al heel vaak natuurlijk gezegd... volgens mij is er iets mis met mij. Het gaat niet goed met mij. Mijn darmen zijn niet goed. Ik, ik, ik ben moe. Ik, op een gegeven moment ging ik om 7 uur al naar bed... om, om alles nog te doen wat ik wilde doen... En op een gegeven moment kreeg ik ook, uh, hield ik vocht vast. En dan weet, ik weet nog heel goed dat de huisarts zei van, maar meisje, jij bent hier toch op de fiets gekomen? Ja, ik zeg, ik ben op de fiets gekomen, want ja, uh, kan niet iedere keer mijn ouders gaan vragen om me te brengen, want die mm. hebben ook hun eigen leven. Dus ja, ik fiets hier naartoe. Hij zegt, weet je dat je de enige bent die naar de huisartspraktijk komt op de fiets? Hij zegt dan ben je nog steeds heel gezond. Hè? En dat streelde ergens mijn ego. Mm. Dan dacht ik, zie je wel, er is misschien dan toch niks mis met mij. Maar op een gegeven moment wilde hij me weer wegsturen... toen mijn haar helemaal uit begon te vallen. Uh, want ik had zonder nephaar had ik honderd vlechtjes. Kon ik honderd Rasta-vlechtjes maken. Nou, dat was natuurlijk, mm. was ik vet trots op... op dat dikke, dikke, gezonde bos haar. En dat begon helemaal uit te vallen. Ik had echt plukken op het kussen en in mijn haarborstel... Dus ik weer naar die huisarts. Ik zeg: Ja, meneer, wilt u toch? Wilt u, het gaat echt niet goed met mij, maar haar begint helemaal uit te vallen. En ik weet nog dat hij zei: Ik had niet van jou verwacht dat je ook ijdel zou zijn. En toen, toen dacht ik: Jij, ja, klootzak, jij ja, gaat, sorry. Nee, dat is <laughs> dat echt wat Ik toen uit. dacht: Ik ben echt letterlijk gewoon blijven zitten. Ik zei: Er gaat nu een onderzoek komen om te kijken wat er met mij aan de hand is. En eerder sta ik niet op uit deze stoel. En uh, nou, toen zei hij: Oké, okay, als je het zo gaat spelen, dan gaan we wel even een bloedonderzoek doen. Nou, ik zeg uh, op zijn minst ja. Dus toen heb ik eindelijk een bloedonderzoek gekregen. Nou, en toen uh, werd ik echt in paniek gebeld: van, Je moet je mag niet meer alleen je verplaatsen. Je moet direct je ouders naar huis halen, je moet onder toezicht naar het ziekenhuis toe. In het ziekenhuis werd ik opgewacht met een rolstoel... want ik mocht niet meer zelf naar de afdeling toe lopen. <laughs> zo, mm. ja, ik was blijkbaar dus echt in levensgevaar met zo'n laag HB. Um, um, maar ik ben dus eigenlijk ergens wel heel erg dankbaar dat dat is gebeurd. Want ik was wel geïnteresseerd. Hè? Ik las toen al heel veel boeken over gezondheid. En, en, maar dat heeft me er wel echt toe gedwongen... om echt de rabbit hole mm. in te duiken... Nou, en daar is de eiwitleugen oh. onder andere een resultaat van. Ja en jij hebt daar uh, in een boek hou jij alles um, met studies aan die allemaal peer reviewed zijn. Die term wordt de laatste tijd heel veel gebruikt. Ja. En daarom wordt het ook heel erg verwarrend. Uh, ja. nou, toevallig uh, sprak gisteren ook nog iemand. Die zit ook met handen in het haar van wat mag je nou nog wel eten? Want die zegt dit, die zit dat. Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet eten. Maar wat houdt peer reviewed in? Uh, peer reviewed dat betekent. kijk, je hebt uh, All over the world worden er iedere dag door topsporters, leesonderzoekers... Mm. worden er onderzoeken gedaan om... Uh, nou ja, je zou denken om de waarheid boven water te krijgen. Mm. Dat is al lang niet meer zo. Um, nou, wacht. Tuurlijk is dat ergens nog wel zo, maar er spelen ook andere belangen. Uh, je moet namelijk ook betaald worden. Mm. Dus als onderzoeker moet je ook scoren met... Interessante dingen zodat er uh, heel veel publiciteit komt voor jouw uh, universiteit. Mm. Maar je moet ook een opdrachtgever eigenlijk binnenslepen die jouw hele onderzoek wil betalen. En keep in mind: onderzoek doen is echt ontzettend duur. Dus dat zeg maar de, de, de onderzoekswereld. Is nu eigenlijk een commerciële instelling. En we zien dus ook terug dat 95% van de onderzoeken, zijn we er al achter dat wie betaalt, bepaalt. Van die onderzoeken weten we ook bijvoorbeeld weer dat 85% van het biomedische onderzoek, hè, dat is dus onderzoek wat gaat over geluk en gezondheid, vooral over gezondheid, mm -hmm. zien we dat in 85% van de onderzoeken de onderzoeken niet repliceerbaar zijn. Dat betekent dat als ik mijn recept aan jou geeft dat jij ineens een hele andere mm. taart bakt dan dat ik ja. bak. Nou, dat leer je allemaal op de universiteit. Dus uh, ik dacht ja shit 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 wat moet ik dan? Nou en wetenschappers die zijn het er ongeveer allemaal over eens dat onderzoeken die wel veel bewijskracht hebben dat zijn meta-analyses en reviews. Ik zal er eerst nog even opzoomen welke onderzoeken dus heel weinig bewijskracht hebben. Ze zijn wel nuttig en ook noodzakelijk. Het is belangrijk dat ze plaatsvinden. Mm -hmm. Maar ja, er zitten nogal wat haken en ogen aan. Dus als je zo'n onderzoek tegenkomt, krabbel jezelf dan wel eventjes tien keer achter de oren. En blijf heel goed zelf nadenken en ga heel veel kritische vragen stellen. Um, Reageerbuis, reageerbuisonderzoeken en onderzoeken in petri van die ronde mm. glazen schaaltjes hebben heel weinig bewijskracht. Onderzoeken op dieren, 0,0 bewijskracht. Iets wat op een paard, konijn, hond, kat, uh, aap, rat, muis heel succesvol kan zijn, kan letterlijk tegenovergestelde effecten hebben op het menselijk lichaam. Dus waarom we die onderzoeken doen, mm. dat is echt omdat we dat altijd al zo doen. Het is echt een gewoonte. Het slaat echt nergens op. Dan hebben we nog uh, case-studies. Dat zijn eigenlijk korte studies van kleine groepjes mensen. Hartstikke leuk. Maar er zitten ook weer honderdduizend haken en ogen aan. Dus ook weinig bewijskracht. Dan hebben we cohort-studies. Dat heeft al iets meer bewijskracht. Maar een cohort-studie uh, kan alleen maar... Een verband aanwijzen. Dus dat kan alleen maar zeggen van. Er is misschien een relatie tussen het eten van veel fruit en een goede gezondheid. Ik noem mm. maar wat. Dus dan, ja, is het. Ja, wat ik zeg. Je kunt alleen spreken over een relatie. Wat alweer iets meer bewijskracht heeft, is een experiment. Dus dan ga je letterlijk tegen de ene groep zeggen, jij mag nooit meer dierlijke producten eten. Ik noem maar wat. En tegen de andere groep zeg je, je moet iedere dag dierlijke producten eten. En dan ga je kijken of er verschillen ontstaan. En dan mag je bijvoorbeeld echt zeggen: stel je voor, de ene groep mocht een half jaar echt geen dierlijke producten eten. En die hebben allemaal significant lage cholesterol, lagere bloeddruk, lager vetpercentage. Um, nou ja, dat soort dingen, dan mag je zeggen. Het eten van een plantaardig dieet veroorzaakt een lagere bloeddruk, mm. lager cholesterol, lager vetpercentage, dat soort dingen. Nou, en nu wordt het interessant, en dan komen we ook op jouw ja, ja. vraag, peer-reviewed. Um, als we zeg maar die cohortstudies en die experimentele onderzoeken, als we die statistisch eigenlijk bij elkaar gaan optellen en opnieuw gaan analyseren, dan krijg je een meta-analyse of een review. En Meta, het woord zegt het al, dat is, betekent groot. Dus meta-analyses kun je gebruiken voor de kracht van de grote getallen. De resultaten die daaruit komen, hebben dus iets meer bewijskracht. Mm. Die wijzen waarschijnlijk iets meer in de richting van de waarheid dan al die onderzoeken die daaronder zitten. Peer-reviewed betekent: um, Nou, ik heb uh, mijn huiswerk gedaan. Scott, wil jij eens even kijken wat jij hiervan vindt? Kun jij. Mijn onderzoeken gaan herhalen, kom jij dan op dezelfde onderzoeken uit? Of uh, ik heb ook deze en deze, deze keuzes gemaakt in de opzet mm. van mijn studie. Wat vind jij daarvan? Dus peer reviewed betekent eigenlijk dat ik een collega die of heel erg, heel erg mm. uh, anders over dit onderwerp denkt, of juist ook expert is op dit onderwerp, eigenlijk mijn studie ga laten herhalen om te kijken van heb ik blinde vlekken, heb ik dingen gemist? Uh, heb ik grote fouten gemaakt of heb ik hele grote kansen laten liggen, dat betekent Purple mm, Review. Ja. En dat is een beetje. Is er de laatste tijd ook dan sprake van? Want uh, je kan voor uh, Camp Carnivore of nou, wat nu natuurlijk heel erg uh, in is, is een beetje de orthoculaire movement met de grasgevoerde rund en yeah. uh, rauwe zuivel. En uh, daar zijn ook studies naar te vinden. Maar dan klinkt het bijna alsof het. het een confirmation bias wordt. Dus wat jij wil vinden, kun je vinden. Klopt oh, dat is dat? absoluut waar. Ja, wat je kunt vinden, kun je vinden. Um, ik denk dat dat mijn voordeel is geweest. Uh, ik heb letterlijk gezegd van: als ik om Olympisch kampioen te worden de komende vijf, zes jaar nog dierlijke producten moet eten, dan doe ik dat. Hmm. En dan zet ik al mijn principes en uh, dan zet ik even schakel ik mijn hart even uit. Hmm. <laughs> en dan doe ik dat. Als dat nodig is, als het echt niet anders kan, dan, dan ben ik bereid dat te doen. Ik heb dat de afgelopen jaren ook gedaan, um, want ik wilde als kind of vegetariër worden. Dat mocht niet. Mijn ouders zeiden: als je groot en sterk wil worden en je wil erg en je wil succesvol worden in je sport, moet je gewoon dierlijke producten eten. En heb ik letterlijk altijd gezegd tegen de dieren: sorry, hmm. ik weet niet hoe het anders moet. Dus ik doe het. Ik eet jullie op en het zal wel voor iets goed of nuttig zijn. Um, dus ik ben helemaal blanco erin gedoken van vertel mij gewoon wat het beste is. Ik wil de beste worden en ik wil het beste dieet. En uh, als ik later uh, groot en oud en wijs ben en ik heb alle medailles op zak zeg maar mm. om het zo te zeggen, dan ga ik natuurlijk helemaal plantaardig eten, want mm. dat is wat ik, wat mijn hart heel graag wil. Dus ik ben er helemaal blanco ingedoken van wat komt er nou eigenlijk al 130 jaar lang consequent uit die betere onderzoeken naar voren als het optimale dieet voor de mens. Ja, ja en dat is, ja, ik klapperde echt met mijn oren toen ik zeg maar connecting the dots ging doen. Dus ja. ik ging de lijntjes met elkaar verbinden. Toen dacht ik, dit is ongelooflijk. Want dit staat gewoon haaks op wat ik iedere dag te horen krijg. Ja. En uh, ja, ik ontdekte dus dat uh, onze handen, tanden, enzymen in onze mond... de zuur in onze maag, de lengte in de structuur van onze darmen... zelfs onze ogen, ja, dat wij dus helemaal ontworpen zijn... voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters. Mm. En toen dacht ik, oké, okay, als dat zo is, dan uh, ga ik het gewoon proberen. Dus ik ben dat gaan doen. En uh, ja, dat was echt bizar... Ik had super slechte darmen, hè? dus ik ben door de medische wetenschap binnenstebuiten buiten gekeerd. Van wat is er nou met dit meisje aan de hand? Waarom uh, moet ze soms honderd keer per dag naar de wc? Waarom uh, laat ze soms de hele dag door scheten? Uh, ja, het was echt vreselijk. Hmm. En nu heb ik echt uh, Olympische poep, ja. <laughs> Tenminste, zo noemde, geen wipes nodig en zo. Dan is het helemaal nee, ja, ja, ja. Iemand vroeg laatst, op, op welke sportprestatie ben je nou het meest trots? Dan dacht ik, ja, nou eigenlijk ben ik vet trots op dat ik kan poepen zonder vegen. Ja, ja, ja. ja dat maar goed, is, uh... als je weet waar ik vandaan kom, uh, als je dan op een gegeven moment, ja, dus kunt poepen zonder vegen, dat, dat, ja, dat is gewoon. <laughs> maar goed, ik klink nu bijna als een narcist, als je dan zelfs van je eigen poep gaat houden. Nou, nou ja, goed. Ja, het is een, uh, iets natuurlijk. Uh voor veel mensen niet vanzelfsprekend is. En helemaal als ik kijk naar bijvoorbeeld ook uh, sommige klanten bij mij... die gewoon bijvoorbeeld of vier dagen niet naar het toilet gaan... of acht keer per dag. Nou, dat geeft toch wel iets aan dat er iets moet veranderen. De medicatie voor uh, poepproblemen is big, 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 big business. Mm. Het is bizar hoeveel mensen uh, ja gewoon problemen hebben met, uh, met hun ontlasting. Ja. Yeah. Uh, inderdaad, precies wat je zegt. Niet poepen, heel vaak poepen, spastische darmen, non-stop blaasontsteking. Ja. Uh, het is ja, dat is echt... ook iets wat nu heel erg... Um, uh, PDS. Dat is ook iets wat nu ineens heel erg booming is. Ik denk van, volgens mij hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Wat is PMS, bedoel je? Prikbaar darmsyndroom. Oh, oh ja, 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 ja. Nee, precies. Dat klopt. Ja, daar ja. zijn nu allemaal allerlei coaches voor en uh, hoe je dat kan aanpakken. En dan denk ik denk, volgens mij... Uh, zitten jullie wel met de juiste intentie op het juiste spoor... maar jullie missen net het stukje wat daar de, de schakel in is. En, um, um, wat, hoeveel eiwitten zouden we dan moeten eten? Want ik kom uit een wereld waarbij ik op een gegeven moment... 250 gram eiwit per dag had. Ja, ja wat je veel hoort is uh, 2 gram per kilo lichaamsgewicht. Ja, 2,2, misschien zelfs 2,5. Ja, ja, klopt. Het wordt steeds meer ook. Ja. <laughs> Uh, sorry dat ik moet lachen. Nee, geen probleem. <laughs> um, ja, Wat jij denkt dat ik denk dat het optimaal is? Ja, of wat jij misschien uit het onderzoek hebt gelezen, of wat jij zelf, die mag zelf je invulling ja, aangeven. Het is ongeveer 0,66 tot 0,8 gram eiwit per droog kilo lichaamsgewicht. Mm. Dus stel je voor, je zit met een klant die 200 kilo weegt, terwijl de lengte eigenlijk zou laten zien dat 70 kilo gezond zou zijn. Mm. Dan gaat het dus. Eigenlijk om die 70 kilo. Ja. Dus het gaat om je optimale gezonde lichaamsgewicht. Mm. Uh, wat ik ook altijd leuk vind, is om eventjes te vertellen... wat de samenstelling van borstvoeding is. Mm. Iedere arts die ik dat ook vraag, vind ik altijd heel leuk. Dat streelt dan even mijn ego. Mm. <laughs> maar die gaat daarmee ook de bietenbult op. Maar de, um, als een kind wordt geboren, dat, dat in die fase zit jij nu ook... Hè? Dan, dan wordt het geboren rond de 4 kilo... En dan binnen een jaar verdriedubbelt het zijn lichaamsgewicht. Mm. Hè? Dus het eerst kan het alleen maar zijn broek vol schijten... en, en, en nou eigenlijk meer niet. Mm. Even oneerbiedig gezegd, mm. want het is natuurlijk fantastisch dat een baby kan. Maar goed, een jaar later kan het vaak al lopen, al kruipen, soms al praten. Het is bizar, hè? die mm. ontwikkeling die een kind doormaakt. Dat is, nou ja, fascinerend. En dat doet het op een goedje, hè? op borstvoeding van de mens... <laughs> Wat, wat, wat denk jij, wat, uh, wat de samenstelling is van borstvoeding? Ja, ik ben al een beetje uh, gebiased, want ik weet het al. Maar oh, ik weet okay, dat uh, de general consensus is dat het voornamelijk heel veel eiwit en vet is, maar een ja. klein beetje koolhydraten. Ja, het is dus precies, precies andersom. andersom ja. ja, borstvoeding bevat uh, zo'n 1,4 tot 1,8 gram uh, eiwit per 100 milliliter, zo'n 3,4 gram vet per 100 milliliter en zo'n 7 gram koolhydraten, mm. suikers. Per 100 milliliter. Dus het goedje. waar een baby zich mee transformeert, eigenlijk van compleet hulpeloos naar iets minder hulpeloos. Hè, mm. praten. dat doet hij dus op een goedje. wat voornamelijk bestaat uit suiker. Mm. Dan is het toch op zijn minst al. fascinerend. om jezelf eens af te vragen: van hé, hey, als ik nou eenmaal afgebouwd ben. Moet ik dan ineens heel veel ja. bouwstof gaan eten? Of kan ik dan misschien een onderhoudsdosering doen? Wat is er eigenlijk optimaal voor mijn gezondheid? Dus uh, ja, ik ben helemaal gekapt met die focus op eiwitten. Helemaal losgelaten. Ik ben me helemaal gaan focussen op... Ja, hoe eet ik eigenlijk zoveel mogelijk kleuren, geuren? Hoe eet ik zo vers mogelijk, zo fris mogelijk, zo rauw mogelijk? Zo lekker mogelijk natuurlijk. Mm. Um, ja, hoe... Uh, hoe eet ik? Ja, heel ontspannen ook. Want dat vind ik ook zo leuk. Gewoon lekker waar ik zin in heb. Zoveel ik wil. Zo vaak ik wil. Waar ik wil. Met wie ik wil. Echt. Ja, gewoon. Ik ben heel ontspannen. Gewoon lekker gaan eten. En mm. uh, mijn spierpijn werd veel minder. Ja, mijn darmen. Die, die transformeerden zich van helemaal bagger naar helemaal super. Ik laat geen scheten meer. Ik kan gewoon poepen zonder vegen. Is dat trouwens ook in een heel. Uh... Geleidelijk stadium gegaan? Of heb jij ook nog echt last gehad van.? Ik weet dat voor mij, want ik kwam ook met de hulpvraag. in die zin dat ik last had van mijn darmen en ook van mijn huid. En dat ik toen ik overging op volledig fruit eten dat ik die eerste vier tot acht weken wel echt mega last had... maar daarna was het weg. Dus ik, ik heb dat geclassificeerd als een soort van healing crisis... dat het lichaam eigenlijk denkt... oké, okay, je geeft me nu de juiste energie... dus ik ga nu al je rotzooi voor je opruimen... en dat je daar dan last van hebt. Heb jij daar zelf, heb je dat ervaren? Of? Ik heb dat of zo, ik heb dat weggedrukt. Maar volgens mij heb ik dat ook gehad. Mm. Um, en wat ik ook leuk vind... Uh, je noemt het healing crisis... een ander spiritueel... meer spirituele verklaring... is ook dat hè, je wordt geboren als baby, dan word je een schaap. Hè, dus je gaat eigenlijk doen wat de kudde doet. Mm -hmm. En als je echt een leeuw wil worden, dan word je echt getest. Mm, How bad do it. you want yeah. it? Hè, dus hoe graag wil je dit echt? Mm. En dan, ik heb ook wel eens het idee dat het een test is om een echte leeuw te worden. Dat je soms, uh, je krijgt het moeilijk, je krijgt het zwaar, je krijgt lastige vragen, je wordt uitgedaagd om in de groep toch Vast te houden aan je nieuwe inzichten of aan je eigen afspraken of aan je mm. nieuwe gewoontes. En uh, ja, dan krijg je wel battles te verduren, ja. zeg maar, om, om te laten zien: van ja, wil je dit echt of blijf je toch liever schaap? Ja, ja voor mij heeft het wel uh, in die zin heel veel vrijheid gegeven. Omdat ik natuurlijk was alles volledig bezig met tracken. En voor mij, omdat ik sowieso op een uh, bewustzijnsreis ben. <clears throat> op een gegeven moment dacht ik ook van ja dat kan toch ook nooit de bedoeling zijn geweest. Sta ik de elke keer met zo'n kut -appje voor dat ik mag gaan eten, alles in te voeren en dan mijn eiwitten te trekken. Uh, ik had nog steeds overal last van uh, uh, eten op die en die momenten. En nu eet ik inderdaad wanneer ik honger heb, dan eet ik. Ja. En als ik geen honger heb, dan heb ik niet. En mijn honger is eigenlijk ook steeds minder geworden eigenlijk. Ja, heb ik uh, ook. Ik eet een heel stuk minder dan voorheen. Dus als ik het echt in calorieën zou tellen, zou het echt een fractie zijn van wat ik voorheen. Uh, heb gegeten en voor mij voelt het veel schoner en lichter en nou, ik zei het net ook al even in het voorgesprek dat ik, ik ben veel mobieler geworden um, sta ook wel veel meer open met de lijntjes met boven zeg maar dat dus goed. ik als je kijkt natuurlijk en vooral met het verhaal over je darmen en dat soort dingen uh, bij mensen die ziek zijn of uh, geven ze ook aan van eet vooral geen rood vlees nou dat moet volgens mij ook al wat zijn en het is heel erg zwaar en verdichtend en met fruit is volgens mij binnen 30 minuten volledig verteerd dus je krijgt ook veel sneller je energie weer tot je. Ja, dus voor mij heeft het echt een mega uh, verschil, maar voornamelijk de rust in eten. Ja, dat, is echt, ja, dat is echt een mega verschil voor mij geworden. Ja. Wat ik ook nog wel leuk vind, even nog over die healing crisis. Mm. jij zei van hè, je darmen zijn van helemaal bagger naar super goed, uh, is dat zonder slag of stoot gegaan. Wat ook nog uh, belangrijk is om te weten van fruit. fruit is eigenlijk indirect zonlicht. Mm. Als jij heel veel fruit gaat. Eten, dan gaat het letterlijk op alles in jouw lichaam licht schijnen. Mm. Dus alles wat er eigenlijk suboptimaal is in je lichaam, wordt letterlijk aan het licht gebracht. Uh, en dan krijgt fruit heel vaak de schuld van uh, ja, dit en dat is ja. dus, en dus, dus, zo. Dan denk ik, terwijl als je, als je er gaat naar, naar gaat kijken vanuit het oogpunt, fruit brengt alles aan het licht, Juist. En je stelt dan vervolgens de vraag: wat kan ik hiervan leren? Of wat kan ik, ja, welke boodschap zit hierin voor mij? Dan kun je het juist vooruit heel erg gebruiken om al je zwakke punten te versterken. Ja, mooi. Ja, dat sluit exact aan bij gisteren heb ik een podcast opgenomen met uh, Sylvie Hovenaar. Zij uh, kijkt ook naar ziekte, de achterliggende gedachte daarvan. Dus wat dus zijn emoties of dingen die je niet doorvoelt zijn, maar ook met voeding. Toen kwamen we ook over het stukje met uh, levende voeding, dus rauwe voeding. Uh, want je hebt daar ook de. Ik raakte ook eens de naam, kijk maar, Krillian-fotografie, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan kun je dus de energie rond voedsel meten. En uh, ziekte is letterlijk dat cellen niet meer de juiste informatie krijgen. Dus ze weten niet meer wat ze bedoelen en daardoor ontstaat een ziekte. En nou, jij hebt het dus over dat het eigenlijk letterlijk zonlicht is. Dus eigenlijk ook gewoon informatie. En uh, fruit bevat heel veel energie en heel veel informatie. Dus fruit zorgt er ook eens voor dat, nou, het ontregelde misschien in je darmen of ergens anders, weer de juiste informatie krijgt. Maar dat, ik zie dat eigenlijk als een motor die ineens weer even opgestart moet worden. En daarna gaat die weer smooth lopen, zeg maar. Je moet even alle prut eruit. Maar zo zie ik dan de, de healing crisis voor me. Dus dat sluit wel heel mooi uit met uh, wat we al eerder besproken hebben. Ja, en daarnaast toch nog even door op die darmen, want het wordt mm -hmm. niet vaak naar gevraagd, terwijl darmen zijn super belangrijk voor je mentale gezondheid, je emotionele gezondheid, voor je immuunsysteem, hè, je weerstand, mm -hmm. zoals we dat dan in uh, op de straat uh, in straattaal noemen. Yeah. Um, waarom je darmen soms ook even moeten schakelen, is in je darmen wonen duizenden, duizenden, miljoenen, misschien wel miljarden wezentjes, en die wezentjes Afhankelijk van welke voeding, welke voeding jij ze aangeeft, bepaalt welke wezentjes, welke koloniën, mm. noemen we dat dan, het sterkste worden. Dus als jij op een gegeven moment andere voeding gaat geven, dan gaan de koloniën die zich nu, hè, die zich gevoed hebben met jouw oude dieet, die gaan protesteren: van hé, hey, hallo, ik krijg honger. En de uh, koloniën die al heel lang niks te eten hebben gehad, die hebben ineens: oh, wow, mm. er komt eten. Dus. Um, je darmen hebben, wat dat betreft, ook letterlijk even de tijd nodig om een nieuwe balans te vinden. Ja. Uh, nou had ik wilde ik net nog wat zeggen. Uh, oh ja, omdat je lichaam is altijd bezig om een bepaalde balans, homeostase noemen mm we -hmm. dat, om een bepaalde balans te creëren. En dat doet het altijd. Dus als je alleen maar naar de McDonald's gaat en je slaapt maar vier uur per nacht en je zit de hele dag te gamen, ook dan gaat je lichaam in die situatie er toch weer het beste van maken. Mm. Want je lichaam is jouw beste vriend, en die, die is gewoon iedere dag en nacht, iedere seconde bezig om het beste voor jou te doen. Ja. Um, dus, maar oh ja, die homeostase zorgt er dus ook voor dat, dat het soms eventjes lastig is om naar een nieuwe balans te toe te werken. Mm -hmm. Wat raar is natuurlijk, ergens. Dat is eigenlijk een beetje wat er nu in de wereld gebeurt, op grote schaal. Ja. Er komt een nieuwe homeostasie. <laughs> maar dat is een ander val. Ja, nee, nou ja, maar wat leuk is, uh, je bloed ligt eigenlijk nooit. Dus een bloedtest laat soms hè, diabetes patiënten, als die overstappen naar, uh, naar het win-win dieet, zoals ik mm -hmm. dat noem, dan kunnen ze soms binnen drie, vier of veertien dagen al stoppen met hun medicatie. Dus je bloed ligt eigenlijk nooit. Hmm. Dus, um, nou dat. Ja, uh, daar wil ik zo nog even op inhuiken, over uh, diabetes. Um, maar inderdaad, wat je zegt, ik merk het ook bij mijn klanten... over uh, de homeostasis die sommige mensen hebben op een shit niveau. Sommige mensen draaien zo lang op letterlijk een kutniveau... dat ze gewoon niet meer weten hoe het voelt om... Uh, ik heb het een paar keer meegemaakt, dat mensen weer... Ook richting jouw uh, manier van leven brengen. Dat ze zeggen van ja, ik heb het, uh, ik heb gewoon het gevoel dat ik drugs op heb. Ik zeg dit is hoe je je hoort te voelen. Maar je hebt zo lang op een shitmodus modus gedraaid, dat je niet eens meer weet hoe het voelt om je normaal te voelen, zeg maar. En uh, een stukje over de darmen inderdaad. Uh, ze noemen het de second brain. Maar volgens mij is het eigenlijk je first brain, toch? Want er gaat iets van 85% van de informatie van je, van je darmen naar je brein, maar van 15 van je brein naar je darmen. Dus eigenlijk bepaalt hoe jouw darmgezondheid is, uh, voornamelijk hoe jij je voelt en hoe jij je uit... En ik zag een stukje voorbij komen over um, natuurvolkeren. Uh, volgens mij ergens bij uh, indianen of zo. Die geven aan, uh, gezondheid en leeftijd wordt eigenlijk bepaald... door de status van je ruggenwervel en je dikke darm. Vond ik oh, wel een hele goeie. Ja, dat... Leuk. Ja, ik zeg altijd... Uh, hoe vaak je moet uh, vegen na het poepen is een voorspeller voor je gezondheid. Hmm. Hoe vaak je moet vegen... Uh, ja. Ja, ja. Binder, ja. Hé, hey, een stukje over uh, fruit en suikers. Want waarom zijn wij zo, uh, zo bang voor suikers? In de zin van, uh, ik, ja, moet waarom... nu nog... ja. Ja, ik moet nu heel vaak uitleggen van... Uh, ja, ik mag toch niet meer dan twee stuks fruit, want dan is uh, het slecht voor je. Want dat is suiker en, uh, en smoothies en shakes, want dan uh, krijg ik uh, straks hele hoge suikerwaardes. Waarom is dat? En hoe, wat is de andere kant? Hoe zie, zie jij dat het in elkaar zit? Nou, waarom we bang zijn voor suiker, dat lijkt me niet gek. Er zijn miljarden tegenaan gegooid om jou te laten geloven dat suiker de duivel is. Hmm. Um, uh, dus ja, dat vind ik niet gek. Hmm. Ik vind het niet gek dat mensen zo denken. Ik vind het niet gek dat mensen bang zijn voor suiker. Uh, ik vind het niet gek dat mensen bang zijn voor fruit. Ik bedoel, je kunt de krant of uh, de grote uh, goeroes in Nederland eigenlijk niet... Uh, uh, de, de, als ze beginnen te praten, dan is het ongeveer binnen, binnen vijf minuten dat er ook... Uh, pas op met suikers en pas op met fruit. En, uh, mm. Dus dat wij massaal zijn gaan geloven dat fruit slecht voor ons zou zijn, dat vind ik niet gek. Mm. Dat vind ik eigenlijk wel een normale reactie van mensen. Mm. Ik bedoel, de meeste mensen denken niet zelf na. En, en wat ik ook niet gek vind, hè... Ik bedoel, je wordt al heel jong in het schoolsysteem gedrukt. Dan, als je klaar bent met school... dan moet je een een of andere shitbaan uh, gaan uh, doen... die je uh, totaal geen zin in hebt. Dus je komt iedere dag totaal los thuis. Dan heb je net genoeg geld om eigenlijk je huur te betalen... je boodschappen te betalen, je verzekeringen. Waar moet je de tijd, geld en energie vandaan halen... om helemaal... Op eigen kracht, met eigen energie, dat rabbit hole in te duiken om, om, mm. om op zoek naar wat dan wel waar is. Ik bedoel, ik vind dat niet gek. Nee. Kijk, wat dat betreft heb ik het geluk gehad dat ik naast mijn topsport... Hè, want je kunt maar twee keer per dag trainen. Ja, misschien soms drie keer als je nog een yoga of een pilatesles tussendoor doet. Ja, maar je traint gemiddeld gewoon twee keer per dag, zes dagen per week... Als je dan dus goed gaat eten, heb je na je trainingen dus nog heel veel tijd over mm. om te studeren. Dat hebben de meeste atleten niet, hè. Die liggen alleen maar op hun bed te scrollen. Maar als je dus slim gaat eten, heb je na je trainingen heb je dus nog energie over. Uh, en dat heeft mij natuurlijk heel veel tijd en ruimte en mogelijkheden gegeven... om Emma te studeren en te onderzoeken en coachingen te doen en opleidingen. Je kent het allemaal wel. Uh, dus ik, laat ik even beginnen met. niet gek dat je denkt wat je denkt en gelooft mm. wat je gelooft. Welke machten en krachten daarachter zitten? Ik weet niet, hebben we daar ruimte voor in deze podcast? Ja, altijd <laughs> helemaal. We zijn helemaal open. <laughs> nou ja, ik zeg wel altijd: um, ga maar na. Kijk, de laatste keer dat ik echt ziek ben geweest, hebben de doktoren nog wat aan mij verdiend. Daarna heb ik gedacht, hallo, waarom hebben jullie hier nooit een vraag over gesteld? En waarom hebben jullie hier nooit überhaupt één seconde aandacht aan geschonken? En, um, ja, en toen ben ik die rabbit hole ingedoken en toen dacht ik al, toen concludeerde ik natuurlijk al heel snel, zieke mensen, daar verdienen mm -hmm. we heel veel geld aan. Hè, zelfs de verzekeringsmaatschappijen in Nederland die sponsoren de fastfoodketens. <laughs> ja, dus als je maar. op een gegeven moment weet. Een beetje, hè? volg het geld, dan snap je al heel snel waarom wij. Niet, niet per se op de, door de mensen op de werkvloer hoor. Die, mm. die hebben niet in de gaten, denk ik, dat ze voor de roestige kar worden gespeeld. Er zitten heel veel mensen met de juiste intentie in, maar in het verkeerde systeem. Ja, dat denk ik wel. En uh, dus er wordt. Ja, wordt het bewust. Ik weet het gewoon niet. Ja. Mm. <laughs> ik durf het gewoon niet te zeggen. Misschien mm. is dat het. Mm. Maar. Uh... Ja, er is wel uh, veel geld mee gemoeid uh, bij het feit dat wij uh, ziek zijn, afhankelijk in de slachtofferrol, onwetend. Hmm. Dus uh, dat was een beetje jouw vraag, toch? Waar... Nou ja, ik, uh, uh, ik wil het linkje leggen tussen uh, fruit en suikerziekte. Want ik weet wel vanuit uh, nou, Dr. Moors, waar ik ben nu zelf bezig met een, uh, een detox en Dr. Moors, uh, nee, jij kent hem natuurlijk. Um, <kijnt> die heeft het wel uitgelegd waarom. Dat helemaal niet klopt en waarom hij het eigenlijk schandalig vindt dat wij het suikerziekte noemen. Oh ja, Omdat ja, ja, hij ja. eigenlijk zegt: het is een vet-eiwittenziekte. Ja. Want ik heb heel veel mensen met diabetes dus uh, geholpen en genezen van diabetes. Ja. In ieder geval type 2 in ieder geval. Ja, nou, dat is precies het hoofdstuk uh, ook in de boeken: uh, De Eiwitleugen. Hmm. Oh, sorry, je wilde die kant op. Ja. Nee, uh, wij zijn opgebouwd uit miljarden cellen. Al die miljarden cellen kunnen maar op één ding echt goed hun werk doen. Dat is op glucose. Ons brein, onze nieren, spieren, zenuwstelsel, even uit mijn hoofd kunnen op niets anders echt goed functioneren dan op glucose. Mm -hmm. Alles wat jij eet, bijna alles wat je eet, wordt dus ook omgezet in glucose. Mm -hmm. uh, het makkelijkste voor je lichaam is dus om, om, om koolhydraatrijken. Koolhydraten verzamelnaam voor alle talloze verschillende suikersoorten die er zijn. Mm -hmm. En we zeggen altijd suiker is slecht. Uh, er zijn talloze verschillende suikersoorten met allemaal hele moeilijke namen. Dus ik snap wel dat we gewoon maar koolhydraten mm. zeggen of suikers. Ja, want er zit wel een aanzienlijk verschil in, dus, toch, tussen fructose, hoe dat wordt opgenomen en bijvoorbeeld gewoon geraffineerde uh, wit suiker. Uh, nou, Uiteindelijk graf... wordt het allemaal downgegrated. Een simpele suiker, maar bijvoorbeeld het verschil, tenminste zoals ik het dan heb gelezen uh, of heb gehoord bij Dr. Moors of misschien zelfs uit jouw boek, is dat bijvoorbeeld bij fructose uh, komt de cel binnen door diffusie. Dus het gaat door de celwand heen en er komt geen insuline aan te pas. En bij andere suikers, dus bijvoorbeeld bij bewerkte rotzooi, uh, komt dat wel het aan. Te wat pas wat vaak fructose is, hè? Hmm, hmm. oh, dus... Oké, okay, ja, kun je het eens uitleggen dan? Ja. Um, nou, we hebben dus allemaal verschillende suikersoorten waar je, en, en ons lichaam heeft al die verschillende suikersoorten ook nodig. Mm -hmm. En heeft ook heel vaak een samenspel van verschillende suikersoorten nodig voor optimaal functioneren. Dan snap je dus ook direct waarom junkfood echt heel ongezond voor je is. Want daar zit vaak één enkele suikersoort in, of hooguit twee. Mm. Vaak uh, fructose en glucose. Um, maar ons lichaam is dus en helemaal ons brein. Wij hebben al die verschillende suikersoorten nodig. Die je dus heel toevallig gelukkig altijd ook vindt in fruit. Fruit heeft een heel breed scala aan allemaal verschillende suikersoorten. Wat, wat, wat dus voor optimale gezondheid heel belangrijk is. Um, dus even terug: we zijn opgebouwd uit miljarden cellen. Die miljarden cellen hebben als primaire brandstof glucose. Voor ons lijf is het dus het fijnste om. Uh, uh, koolhydraatrijke producten te eten. Waar dus dat hele brede scala aan suikersoorten in zit. Waar jouw lichaam dus uh, glucose van kan maken. Zodat alle cellen goed hun werk kunnen doen. Mm. Oké. Okay. Er is nog nooit in de geschiedenis een punt geweest waarop we zo abnormaal veel vetten en eiwitten hebben gegeten. Dus ons dieet bestaat nu procentueel uit. Gigantisch veel vetten en eiwitten. Mm. Dat zijn, uh, uh, laten we het even grof zeggen, dat zijn bouwstoffen. Eenmaal afgebouwd, heeft jouw lichaam, zelfs als topsporter, echt niet, niet zo heel veel bouwstoffen nodig. Het heeft het wel nodig. Mm. En wij eten iedere dag. Want het is niet dat wij nu geen eiwitten eten mm. of geen vetten. Nee, we eten dat natuurlijk nog steeds. Zelfs in een banaan zitten vetten en in spinazie zit vet en heel veel eiwit zelfs. En mm. hè, in alle fruit- en plantensoorten zitten naast koolhydraten ook altijd vetten en eiwitten en vitamine en mineralen en wateroplosbare vezels en de, alles wat je nodig hebt. Mm. Um, maar goed, er is dus nog nooit een, een moment geweest in de geschiedenis dat we zo abnormaal veel vetten en eiwitten hebben gegeten. En ja, dat moet ergens naartoe. En je lichaam... Gaat het soms maar uit, uit pure ellende gebruiken als energie. En heel vaak wordt het ook gewoon opgeslagen. En die vetten, dat vergelijk ik altijd een beetje met de afwas doen. Stel je voor, je gaat een hele vette maaltijd eten en je gaat daarna de afwas doen. Hmm. Dan gaat dat vet, dat gaat dan heel vaak op de randen van de, van de bak zitten en het, het plakt aan het hmm. bestek en aan de glazen. <laughs> heel viesig, hè? Hmm. Dat gebeurt eigenlijk ook in je lichaam. Maar zodra jouw cellen zijn besmeurd met vet. en jij gaat iets eten. bijvoorbeeld, nou ja, noem een random maaltijd. ik zou zeggen groene smoothie. En jij, en jij uh, eet die groene smoothie. En uh, dan is jouw lichaam er uh, normaal gesproken. in een gezonde toestand. Uh, komt dat binnen. Dat gaat door de maag, door de darmen. Uh, jouw lichaam doet precies wat nodig is. en die gaat dus al die cellen. Die inmiddels uh, natuurlijk uitgeput zijn, want je hebt gerend en je hebt gesquat en je hebt uh, geroeid of weet ik mm -hmm. wat je hebt gedaan. Je hebt bewogen. En die cellen die hebben weer energie nodig. Uh, dus die, die, die glucose die gaat naar de cel toe uh, om hem nieuwe brandstof te geven. Zo van: kijk, alsjeblieft, kun je je werk weer goed doen. Maar vandaag de dag zijn al die cellen omdat we en veel te veel stil zitten, we bewegen niet meer. De grootste spieren, de belangrijkste energieverslinders in onze benen... ja, die ja. zitten de hele dag stil. Want we gaan met de auto, we nemen de lift, uh, we sporten niet meer... we lopen niet meer, we wandelen niet meer. Aha, uh, de bezorgservice van AH, komt de boodschappen nee. brengen. Um, en, er zit, en omdat we de hele dag denken dat suikers heel slecht zijn... en dat we de hele dag vet en eiwitten moeten nemen zit er dus ook nog heel veel vet omheen? Dus die brandstof, die suiker, die komt bij die cel en die zegt: van ja, ja er is wat gegeten, als het goed is, trek ik, tref ik hier lege cellen aan. Maar nee, het treft daar nog volle cellen, ook nog besmeurd met vet aan. Nou, gelukkig heeft je lichaam daar wel iets op bedacht en dat is insuline. Insuline kan zo'n cel alsnog zeggen: van ja, maar je moet nu open, die energie moet erin. Er komen misschien nog tijden van schaarstaan. Nou, die komen het natuurlijk nu mm, niet meer. Yeah. Maar uh, misschien nog honderd jaar geleden waren die tijden er wel. Dus je moet nu open, je moet die, die energie gewoon nu opnemen en dan gebruiken we het wel een andere keer. Oké, okay, wat is nu het probleem? Is nu de groene smoothie het probleem met daarin de koolhydraten? Of is het probleem dat we inderdaad de hele dag stilzitten? en veel te veel vetten en eiwitten consumeren. Mm. Ja, voor mij is het duidelijk. Suiker is weer niet het probleem. Suiker is weer de boodschapper. De, de, dat fruit dat laat weer zien van... je zit te veel stil, je beweegt te weinig... en je eet veel te veel vetten en eiwitten. Mm. Nou, wat gebeurt er nu? Iedere week komen er 1200... ook oh, kinderen zitten daarbij, hè? Bij die dus... Suikerziekte krijgen. Wat ik, net als dokter Robert Moors, dus eigenlijk een vet-eiwitziekte of een stilzitziekte mm. wil noemen. Want het probleem is dus niet het suiker. Het probleem is dat we veel te veel vetten en eiwitten eten en de hele dag op ons kont zitten. Mm. Heb ik het zo duidelijk uitgelegd? Ja, zeker. Ja, goed in de, in de diepte ook. En. Um... Want jij, uh, stel nou dat iemand dan overstapt en wat je dan vaak altijd krijgt. En ik heb hem zelf ook al teruggekregen. Maar voor mij weet ik dat dat niet gaat gebeuren. Uh, ja, maar als je dan helemaal geen dierlijke producten meer eet. dan heb je straks allemaal tekorten. En ik ben nu sinds vorig jaar zomer bezig. Dus uh, uh, x aantal maanden. En uh, ik had al wat klanten, want die zien mij dan. En ze zijn uh, nou, dus een klein beetje wat kleiner geworden. Maar mijn lichaam is gewoon even opnieuw zichzelf aan het uitvinden. En uh, die zeggen ja, maar dan uh, heb je zometeen wel uh, allerlei tekorten en dat soort dingen. Ik zeg, joh, ik heb helemaal niet het gevoel dat het bij mij gaat gebeuren. Maar de, de, wat mensen altijd zeggen is dat ja, als je vegan gaat, uh, dan loop je allemaal tekort op. En dan zie je heel vaak mensen, ja, ik heb het geprobeerd en ik ben nu weer carnivore. En nu is alles weer helemaal goed. Hoe kijk jij tegen uh, veganistisch eten en tekort aan? Ja, leuke vraag. Want hij wordt echt veel gespeeld. Mm. Uh, ik eet nu meer dan 13 jaar zo. En um, uh, <laughs> kijk, deze vraag kan ik niet eventjes in één zin beantwoorden. Mm. Moet, is het goed dat we. Even ja, ja even zeker, kunnen zeker, zeker. Oké, okay. allereerst, anno 2024, moet je gewoon je koppen bij je hebben. bij welk dieet je ook volgt: mm. ons groente, ons fruit. De bodem wordt steeds grader, er wordt steeds meer gif gebruikt. Er wordt, iedereen zit zich ermee te bemoeien. Het is, het is echt wel je koppen bij hebben, gewoon vandaag de dag. Daarnaast hebben alle diëten altijd voor- en nadelen. En alles kan, alles heeft een prijs. Jij moet gewoon voor jezelf kiezen welke prijs betaal ik het liefste. Wat is de prijs die je betaalt bij een veganistisch dieet? Aan de ene kant dat je de uitzondering bent, dus je loopt voorop. Uh, dan vang je wind, je vangt, uh, maar je hebt ook een veel mooier uitzicht. Mm. Uh, wat is een ander nadeel van een veganistisch dieet? Ik zeg wel direct een nadeel mm. tussen haakjes. Want ook als je wel veel dierlijke producten eet, ben je, denk ik, vandaag de dag, bijvoorbeeld alleen al voor vitamine B12, afhankelijk van misschien wel een supplement of een spray of een tinctuur. Mm. Want B12, dat is eigenlijk een. Uh, een uh, micro-organisme. En vroeger zat dat in ons drinkwater en op ons fruit en op de planten die we aten. Het was een micro-organisme. Die, die, ja, die, die, die was gewoon overal. Dus jij kreeg de hele dag ook die micro-organismen binnen. Maar vandaag de dag wassen we onze sla drie keer in ijswater. Hmm. <laughs> Terwijl het niet eens op de volle aarde heeft gegroeid. Dus waarom we drie keer in ijswater wassen. Het klinkt in ieder geval lekker schoon. <laughs> het klinkt in ieder geval lekker schoon. Uh, en daarnaast hebben we nog wat hygiënische maatregelen doorgevoerd. Die natuurlijk hun voordelen hebben. Maar wel als nadeel dat B12 eigenlijk niet meer in ons voedselketen zit. Mm. En we zien dus ook dat B12, net als een ijzertekort. komt populatiebreed voor. Niet alleen bij veganisten. Sterker nog, veganisten worden er zo mee doodgegooid. dat die hebben eigenlijk nooit een tekort. Want ja, die zijn er altijd heel intensief mee bezig. Van, mm. Oh ja. Ik uh, moet wel B12 bijslikken. Hmm. Ik doe dat uh, met een zuigtablet. En ik weet zeker dat het laatste woord over B12 nog niet gezegd en geschreven is. Voor nu kies ik voor een zuigtablet. Krijg ik nieuwe informatie binnen dan. Hmm. Want ja, ik weet het. Ik vind zo'n synthetische. Uh, zo'n zo B12 uit de fabriek vind ik natuurlijk ook niet alles. Niet alles, maar ik vind het altijd nog veel beter. Dan maar een dier vermoorden en zijn lever mm. eruit drukken. En dan hopen dat hij nog in die lever genoeg B12 heeft. Met als nadeel dat ik wel een toxische hoeveelheid vitamine A binnenkrijg, die ik dan vervolgens weer niet kan afbreken. Dus dan heb ik zoiets oké, okay, dan maar een supplement. Mm. En dus alles kan, alles heeft een prijs. Um, dan denk ik dat je met een zuigtablet veel beter uit bent. Dan met het eten van lever of mm. ja, dat soort dingen. Ja. Um, wat is nog een nadeel van, van veganistisch eten? Dat is uh, vitamine D3, maar ook dat geldt weer voor ieder dieet. Sommige dierlijke producten bevatten wel een beetje zonlicht nog, opgeslagen zonlicht. Maar dan moet je vaak zo abnormaal veel uh, lever bijvoorbeeld weer eten hmm. dat het aan de andere kant weer heel ongezond is. Dus ook voor vitamine zonlicht denk ik dat je, welk dieet je ook volgt... Um, of naar het zuiden moet vertrekken... en in de winter lekker in een warm land moet gaan wonen... of onder de zonnebank moet gaan. Hmm. Zullen mensen me helemaal uh, ja, vinden ja. nu? Ja, maar ja. wat ik ook weer zo grappig vind... Dat heel veel artsen, dan zijn ze eenmaal met pensioen. En dan gaan ze ineens boeken schrijven waarin ze vertellen en opbiechten eigenlijk. Oh, ik stuurde mijn patiënten heel vaak gewoon mm. onder de zonnebank. Want het werkt gewoon als een tierenlier. Waar mm. waren ze binnen no time weer fit en vrolijk mm. en gezond. Pas wel een plaatje van laten we mensen daar dan weer mank van maken. Past, ja, 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 zeker. Ja. ja. Uh, dus nee, ik ben groot voorstander van de zonnebank. Je moet je natuurlijk niet laten verbranden. Mm -hmm. Uh, nou ja, en dan hebben we nog als optie supplement. Uh, een ander nadeel van een veganistisch dieet is dat het uh, voor topsportende vrouwen die ook nog borstvoeding geven en iedere maand ook nog bloed verliezen, uh, dat je goed op je ijzer moet letten. Maar ja, dat moet je als vrouw sowieso, ongeacht je mm. dieet. Nee, we hebben echt uit de betere onderzoeken komt non-stop naar voren een win-win-dieet, zoals wij het dan doen... Mm -hmm. geeft je bij far de meeste vitamine, mineralen, wateroplosbare vezels... en andere cruciale plantenstoffen. En het is bij far het laagste in giftige stoffen... of stoffen waar ons lichaam stress van krijgt. Mm. Uh, dus nee, voor mij is dat echt... Uh, en, en ik snap het, hè. Want kijk, ons leven... Eckhart Tolle zegt dat altijd ook zo mooi. Ons leven Ieders leven, ieder mens en niemand is daarvan gevrijwaard. We hebben allemaal upcycles en downcycles. In je dag heb je upcycles en downcycles. In je week heb je upcycles en downcycles. In je maand heb je upcycles en downcycles. In je jaar, in je leven. Iedereen heeft upcycles en downcycles. Mm. De filosofen noemen dat het rad van fortuna. En het rad draait gewoon voor iedereen. En soms uh, val je in de prijzen en soms zit je gewoon dik in de shit. En, mm. dat, en mm. hoeveel geld je ook hebt. Uh, je, je kan je er niet uh, ja. voor uitkopen. Hey. Iedereen doet mee. Mag ik ook nog een klein beetje advocaat van duivel spelen? Of tenminste. Nee, maar, een, mag ik deze nog wel ja, ja. Want wat ik vandaag dus de, vandaag de dag zie gebeuren, is als we een upcycle hebben, dan is natuurlijk ons dieet fantastisch. Maar als we te, vandaag de dag een downcycle hebben, dan ligt dat ook ineens per ja. definitie weer aan ons dieet. Hmm. En gaan we weer twijfelen aan wat we eten. Ja, ik ben die onderzoeken helemaal ingedoken. En ik met natuurlijk in combinatie met een beetje boerenverstand en zelf nadenken. Mm. En dat veganistische dieet heeft in mijn ogen bij far de meeste voordelen. Dus die, dat, die voeding, dat heb ik gewoon afgevinkt. Dat gaat goed. Heb ik nu nooit meer een downcycle? Tuurlijk, ik ben ook wel eens ziek, zwakker misselijk. Ik heb ook wel eens zoiets. Dat ik denk. Uh, pff, nou ja, te hard gewerkt of te hard getraind. of uh, weer veel te lang in een vliegtuig gezeten. Uh, ja, dan voel je je gewoon niet zo goed. Ga ik dan twijfelen aan mijn voeding? Hmm. Nee, want ik heb ook al honderdduizend keer. in chronometer. en met al die bloedtesten. bij mezelf en ook bij anderen gezien. Dit is gewoon een dieet, wat bij far het rijkste is aan voedingsstoffen. en het armste is aan gifstoffen. Hmm. Maar wat ik dus vandaag de dag zie gebeuren. is. Dat zodra we dan even in zo'n downcycle zitten. gaan we direct weer twijfelen. Ook oh, het zal wel het dieet zijn. Mijn moeder heeft 45 jaar lang. op de kinderafdeling in het ziekenhuis gewerkt. Wat denk je dat al die kinderen. die daar iedere dag la lagen. bedden vol. dat dat allemaal veganistische kinderen waren? Mm. Nee, ze heeft één keer een veganistisch jongetje gehad. in die 45 jaar. Dus ja, het, ik vind het ook waanzin om te denken dat. Bij veganisten komt, komt de downcycle altijd door hun voeding. <laughs> en ja. bij alleseters komt de downcycle altijd uit genen, pech. Ja. Uh, ja, overkomt de beste. Dan denk ik, ja, dat, is, dat slaat nergens op. Hmm. Hmm. Over oh, de advocaat ah, uh... van de duivel. Grijp. Ja, nee, over, want daar zat <laughs> ik nog over na te denken. Omdat ik ben er uh, sinds ik dit ben gaan doen. Uh, dus heel veel fruit eten en een beetje groenten. Uh, ik ben volledig gestopt met alle suppletie van alle dingen. Omdat ik op een gegeven moment kreeg het inzicht... net zoals met dat klote appje van... dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Potje, nee. potje, 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 potje. Dus ik ben ermee gestopt. En ik uh, nou, ben er een beetje voor mezelf van invoelen. Ik vind het ook echt nu steeds niet meer erg... om mezelf als testcase te gebruiken. Uh, want in die zin ben je ook je eigen dokter, zeg maar. En dan zeiden mensen... ja, je moet eigenlijk wel een bloedtest doen. Want dan kun je het daarna vergelijken. Ja, maar ik zeg, ja, maar... Um, ik wil geen bloedtest doen, want ik zou pas een bloedtest gaan doen als ik merk dat ik me niet goed voel. Maar ik voel me goed, dus waarom zou ik dan een soort van uh, uh, bevestiging nodig hebben? Van ja, man, je voelt je goed. Daarbij dus zou het kunnen zijn, omdat ik geloof dus ook dat je je eigen realiteit creëert met wat jij intern gelooft. En ik voel echt intrinsiek, echt heel erg, dat ik niks anders nodig heb dan bijvoorbeeld alleen maar dat fruit en het groente. Uh, ik weet dat jij wel voorstander bent van uh, vitamine B12 en. Uh, um, maar zou dat kunnen zijn omdat uh, jij heel erg veel bezig bent met studies, waar dus evidence-based wordt aangetoond dat je het wel nodig hebt, waardoor dat jouw werkelijkheid wordt, waardoor jij het dus wel nodig hebt en ik misschien uiteindelijk niet? Nou, um, dat zou kunnen, hè? dat zou mm. zeker zo kunnen. En um, ik merk ook altijd aan mezelf dat als ik daar ook podcasts over maak, dat ik altijd. Tijd vol van dit is niet mijn eindstation. Mm. Uh, dit, is nu, dit is nu de koers die ik vaar. Maar dat komt echt bij gebrek aan beter. Mm. Ik weet bijvoorbeeld dat Iris Mos, wat jij dan misschien nu wel veel neemt, is ook heel mm. rijk aan B12, van ijzer en allemaal spoorelementen, vitamine, mineralen. Um, en ik ken meer mensen die helemaal geen supplementen nemen, want die, 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 die troep uit de fabriek, dat is natuurlijk ook weer, alles kan, alles heeft een prijs. Mm. Het, dus uh, uh, het is ook een beetje. Kijk, ons brein is opgebouwd uit drie delen. En dat oudste brein, dat is ons reptiele brein. En dat reptiele brein dat is de hele dag met hele logische, goed klinkende argumenten tegen jou aan, te, uh, aan het aanpraten. Om jou in het bekende te houden. Want het bekende heeft er namelijk voor gezorgd dat ik best wel lekker ga. Kan presteren op, de, op het hoogste niveau. Een hele grote, sterke, gezonde dochter heb. Dus dat brein dat praat tegen mij. Zo van: Janneke, uh, volgens mij gaan we lekker. Alles in de omgeving, het gaat goed. Mm. Dus ik heb ook zoiets. Helemaal nu ik nog verantwoordelijk ben voor die dochter... ja, I stick to the plan, want dit, is, dit gaat wel goed. Mm. Misschien ga ik nog wel veel beter... door te stoppen met uh, B12 uit de stuifgeblet, mm. maar door over te stappen op nog meer Iris Mols of Chlorella of mm. uh, Spirulina. Daar heb ik dan van geleerd dat het niet goed is voor je B12. Eendekroos mm. uh, bevat bijvoorbeeld ook drie vormen van B12. Mm. Uh, dus misschien ga ik wel veel beter nog op daarmee stoppen en overstappen op helemaal natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan komt dat reptielenbrein ook weer. Waarom dus mensen heel lang in dezelfde situatie blijven, want dat reptielenbrein, dat heeft liever een bekende situatie, hoe kut het ook is, mm -hmm. dan een onbekende situatie en een nieuwe stap nemen, hoe fantastisch het ook is. Want dat reptielenbrein, dat houdt niet van verandering, dat houdt niet van risico's, dat houdt niet van het onbekende. Ja, ik heb ook een reptielenbrein. En soms denk ik ook wel eens van... ja, is dit nou mijn hmm. reptiele brein? Moet ik niet daar weer een stap in gaan maken? Hmm. Ja, want ik soms denk dat door zoveel uh, wetenschap en kennis... dat je misschien jezelf ook weer vast aan... dit is de waarheid. En ik kan daar niet meer omheen bewegen... want dit heb ik nou eenmaal uit studies gehaald. Terwijl je misschien het onmogelijke of ongelofelijke zou kunnen doen. Als je dus vasthoudt aan wat jij voelt als waarheid. Dus daarom, ongeacht wat, en dat geeft mij heel veel vrijheid. Ongeacht wat heel veel mensen nu zeggen. En het zijn er heel veel tegenwoordig. <laughs> ja. Dat ik dan denk: oké, okay, maar wat. Voelt en klopt voor mij. En dat ik daarin echt voor mezelf kan vasthouden. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat ik het niet nodig heb. Dus ik ben ja. er, ik, ik Ik vertrouw er ook op dat mijn lichaam daarin gaat volgen. Nou, en als we iets. We uh, weten uiteindelijk heel weinig zeker, maar als we iets wel weer zeker weten, dat is uh, dat, dat je overtuigingen je realiteit creëren. Ja. Dus als dit ten diepste. En dat kunnen we met spiertesten bij jou testen. Als Dit inderdaad jouw overtuiging is en jij gelooft het echt ten diepste, dan is dat ook jouw waarheid, en dan zal dat dus ook zo zijn. ja, ja toevallig heb ik hem over spiertesten, heb ik hem uitgetest met een uh, biotensor, zeg maar. Oh, ja, fruit is inderdaad voor mij, dierlijke niet. Ik heb niks anders. Uh, ik heb geen uh, verdere dingen buiten mezelf nodig, dus ook suppletie niet. Dus uh, ja. dat is in ieder geval voor mij. Dus het kan zijn dat iemand anders dat wel nodig heeft, ja. En jij hebt ook nog een, uh, en die kwam ik laatst pas tegen, een best wel uh, controversiële kijk op uh, 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 intermittent fasting. Kun je dat eens toelichten? Want dat is echt helemaal happening. En ik heb het ook lange tijd gedaan. Maar als ik nu met terugwerkende krachten over nadenk wat jij zei en wat ik eigenlijk voelde, heb ik ochtends wel gewoon zin om te eten. Ja, gaan we beginnen met de ladder. Ik, we gaan hier even denkbeeldige ladder neerzetten. En. Um, als iemand ten opzichte van zichzelf verbeteringen doorvoert... en een stapje maakt op de ladder... en hier is weinig gezondheid, bovenaan de ladder is heel veel gezondheid... dan ben ik blij, hè? Mm. Dus... Uh, maar ik zeg altijd, we hebben drie niveaus van leven. We hebben overleven, grof gezegd, dan kost je alleen maar geld, tijd en energie. tweede niveau is leven. Dat zijn de mensen, daar is alles wel, wel prima. <laughs> Sorry... En dan hebben we het derde niveau, dat is het, het level van geven. Dan heb je zoveel liefde, enthousiasme, gezondheid, ja, passie, plezier. Dan, dan, dan klotst het over de randen. Hè? Dan kun je mm -hmm. geven vanuit overvloed. Uh, die eerste twee levels, grof gezegd, ik ben er niet in geïnteresseerd. En ja, dus ik praat altijd over, ik wil altijd, of ik streef in ieder geval naar level 3. Dus dat is ja, waar ik over praat, waar ik onderzoek naar doe, waar ik naar streef, waar ik informatie over deel. Oké, okay, terug naar intermittent fasting en het laddertje. Mm -hmm. Ja, snel tussendoor. Wie is dan de belangrijkste persoon in jouw leven? Dat ben ik zelf. Oké, okay, check. Ja. Ja, dan zitten we op één <laughs> lijn. Ja. Ja, hoe beter ik in mijn vel zit, uh, hoe meer ik dus kan geven, kan dienen, kan helpen, sociaal mm. kan zijn. Uh... En ook dus, want dan zullen mensen denken: ja, maar je dochter dan? Dan kan ik er juist nog beter voor mijn dochter zijn. Ja, ja, absoluut. Ja, precies. Absoluut. Ja, 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 ja. Nee, ik, ja. in het vliegtuig is het voor iedereen toch ook duidelijk: als de zuurstof wegvalt, wie zet je eerst het masker op? Altijd jezelf. Als je zelf niet in topvorm bent, kun je een ander onmogelijk helpen. Ga je wel helpen? Geef je vanuit schaarste, wordt het vaak verlies-verlies. Mm. Dus ik ben geïnteresseerd in win-win. Win-win, ja. <laughs> um, Oké, okay, terug naar intermittent fasting. Ja, ik denk dus niet dat het in het level van geven een slimme strategie is. In het level van overleven naar leven kan het sommige mensen echt wel helpen. Mm. Uh, dat zien we ook wel terug. Uh, moet ik wel zeggen dat heel veel onderzoeken naar intermittent fasting, dat wordt gedaan op mannetjesmuizen. Vrouwtjesmuizen raken er zo van in de war. <laughs> Daar kun je mm. wel geen onderzoek meer mee doen. Uh, en datzelfde zien we terug bij mensen. Voor mannen, nou, die komen er, eh, leveltje over leven, leven, dat lukt wel. Vrouwen met intermittent fasting komen in het level van geven is lastig. En dan heb ik het over intermittent fasting. Uh, Overslaaf van je ontbijt. Hmm. Dat is op dit hmm. moment de meest populaire vorm van intermittent fasting. Als je per se intermittent fasting wil toepassen, I don't know why, omdat je dieet zo shit is dat je beter niet kan eten dan wel eten, zeg ik dan altijd maar. <laughs> ja, omdat daar natuurlijk het idee achter zit dat. Uh... Hoe langer je vast, dan treedt natuurlijk naar het aantal x-aantal uur ook autofagie op, herstellen van je cellen. Uh, mensen worden scherper, maar daar heb jij dus ook een, een, een reden voor. Maar, ja. Ja. Um, ja, maar goed. Uh, dus het overslaan van je ontbijt, ik denk dat het niet slim is. Al helemaal niet als vrouw. Mm -hmm. Als man kan je er nog mee wegkomen, zeg maar. En kun je soms ten opzichte van jezelf wel stapjes maken. Als vrouw denk ik dat het hormoonverstorend is. Uh, dat je de zaggerijnig van wordt in veel gevallen. En dat je na een aantal jaren, misschien op dat moment zelf, kun je er wel van afvallen. Omdat je eigenlijk je lichaam onttrekt van vocht. Dat is wat er vaak gebeurt. Je darmen raken wat leger. Uh, je eet vaak minder calorieën dan dat je daarvoor had. Uh, dus je zult op korte termijn wel afvallen. Op lange termijn... Uh, nou, bel me. <laughs> na vijf jaar. En vertel me hoe het met je gaat. Um, dat je zo scherp wordt, inderdaad. Dat heeft er ook mee te maken. Dat je lichaam gaat een beetje adrenaline en cortisol aanmaken. Want er is gewoon schaarste. En dat moedigt jou eigenlijk aan om. Uh, ja. Op zoek te gaan naar, uh, naar fruit. Hmm. Want. Uh, ja, er is een. Uh, er is een tekort. Dus. Um, wat ik ook zo leuk vind aan het win-win-dieet... als je gewoon heel veel groene smoothies en salades en... ja, hè, dus fruit, bladgroen, kruiden, kiemen en zeviën gaat eten... Mm. ja, dan ben je de hele dag scherp. Mm. <laughs> Dat, Toen Dat... snel ezelsbruggetjes tussendoor, omdat je het hebt over... je noemt nu allemaal groentes. Het is wel belangrijk om het voornamelijk op fruit en een gedeelte groente, toch? Want anders kun je uiteindelijk ook weer last gaan krijgen... wel weer van je darmen en je buik, toch? Ja, fruit is onze ultieme brandstof. Planten zie ik als ons medicijn. Mm. En medicijn, net als... Een echt, medisch, of een echt medicijn. Ja, ik niet ja. <laughs> Maar net als medicijnen die doorgaans gebruikt worden. Ja. Uh, als je het niet neemt, dan word je ziek. Maar als je er veel te veel van neemt, dan word je ook ziek. Dus planten zijn paradoxaal zo gezond. omdat ze eigenlijk een beetje giftig zijn. En die prikkeling, die hormesis, die wil je dus. Je wil, je wil een beetje prikkelen. Maar je wil niet de hele dag prikkelen. Want dan krijg je een opgezette buik. Krijg je last van je darmen. Je energie gaat naar beneden, uh, dus fruit is je brandstof. Fruit bevat ook geen gifstoffen, geen alkaloïden zoals we dat dan noemen. Dus fruit kun je, ja, uh, eet het zoveel je wil, zo vaak je wil, waar je wil, wanneer je wil, en eet gewoon tot je vol zit en je mm. lichaam gaat vanzelf heel zuiver, helder met je communiceren. Het is helemaal niet meer moeilijk. Mm. Als je trek hebt, dan eet je, heb je geen trek meer. Nou, dan eet je dus niet. Ja. Luisteren naar je lichaam. Ja, ja, het is echt, op, ja. ja, ja, luisteren naar je lichaam is. Als je ook een beetje innerlijk werk doet, dan wordt dat heel makkelijk, ja. Hmm. Uh, uh, planten, daarentegen, ja, die, uh, dat, is dus je, dat is dus je medicijn. En daar eet je wel iedere dag een beetje van, maar hmm. niet te veel, niet te weinig. En wat die optimale hoe, ja, hoeveelheid voor jou is, dat hangt natuurlijk een beetje af van je gezondheid, van je leeftijd, van je gewicht, uh, van je lengte, van... Hoeveel, ja, hoe actief je bent, hoeveel blootstelling je aan gifstoffen hebt, uh, Ja, hmm. hangt daarvan af. Hmm. Ja. Hey, en uh, hoe kijk jij, um, uh, of denk jij dat deze manier van leven voor iedereen is? <laughs> ja, dat vind ik vanuit de, ja, misschien dan wat meer spirituele vraag, maar vanuit de oorsprong? Of denk jij, um, nee, laat ik het daar verbouwen, denk jij dat dit voor iedereen is? Uh, dat vind ik een uh, leuke vraag. En ik denk dat het antwoord nee is. Het hmm. is dus niet voor iedereen. Ja, misschien om hem dan wat meer uh, te nuanceren. Misschien niet op dit moment in dit leven. In deze ja, ja, tijd. Precies, ja, precies. Precies. Nee. Uh... Om je een klein beetje te helpen, ik denk dat dat inderdaad ook. Uh, ik geloof ook dat voor sommige mensen in dit leven. het wel de bedoeling is dat zij nog op een pad zijn. dat ze nog wel redelijk verdicht. en ook uh, dieren zouden moeten eten. omdat ze daar aardig van overtuigd zijn dat het moet. Maar dat op dat. Uh, iedereen is gewoon op zijn eigen reis. en sommige mensen zijn op dat puntje. die zijn op dat puntje. Ik heb dat heel lang zo gedaan. en ik merk nu dat ik gewoon op een nieuw puntje in mijn reis ben. waarbij het mij niet meer dient. en het niet meer klopt. ook ethisch niet meer. Um, maar ik was inderdaad benieuwd naar jouw kijk. Van denk je dat het voor iedereen is? Dus het antwoord is dan eigenlijk. Nee. Nou, eigenlijk moeten we het dan dus zo zeggen: in theorie wel. Ja, ja, dat is dus het ding. Ja. Lichaam, hè, we, zien dier, we zien bij ieder lichaam dat zodra dierlijke producten eet, ontstaat er toch een beetje stress. Uh, maar in de praktijk uh, ja, zijn we niet alleen maar eventjes een machine van, van, van vlees en botten en. Uh, maar we hebben natuurlijk ook een hele rugzak op ons rug met overtuigingen en ja, ja. Uh, misschien wel een zielenreis en uh, een, een plan, een incarnatieplan. Uh, dus ja, nee. Ja. En dat hoe, ja. Ik, ik, ik vind het ook een irrelevante vraag, want één, ja. het gaat toch niet gebeuren. Ja. Wat maakt het uit? Wat interesseert jou de hele wereld? Volgens mij is de belangrijkste persoon in de wereld ben jij altijd zelf. Ja. Dus... ...resoneer jij hiermee? Heb jij mm. het idee van... ...wow, ja, mm. nou... Nah, ...weet je wel, mm. heb je dat soort dingen... Mm. ...ja, dan is het voor jou misschien wel... ...dan luister jij deze podcast... ...waarschijnlijk wel voor mm. een reden. Mm. Nee, het is meer vanuit mij... ...vanuit een uh, soort van... ...als klein jongetje een verwondering van... ...zit er een soort van design achter? Is er vanuit een groter iets een plan... ...of een design geweest? Want voor mij klinkt het heel... In die zin nu heel erg logisch dat je heel bewust omgaat, ook met bijvoorbeeld dieren. En daar ga ik het uiteindelijk met Monique ook nog een keer over hebben over de hele evolutiereis van de ziel en nou, uh, hoe dieren daar zich ook in. Uh, uh, Welke rol dieren? Daar ja, precies. Uh, nou, ik ben mijn vraag een beetje kwijt het verhaal wat ik erbij wou vertellen, maar. Uh, nou, nou, is uh, veganisme voor iedereen? Ja. Ah. Irrelevante vraag, denk ik. Ja, als je hem zo uh, plas laat, wel ja. <laughs> <Sorry>. <laughs> Shit. En, um, um, en om daarna bijna af te gaan ronden. Um, ik heb ooit uh, dokter Stebby, heb je daar ooit van gehoord? Ja, hij is nu ook populair, toch? Uh, ja, je... ja hij, er zijn, hij is eigenlijk al heel lang populair geweest, want hij is al dood. Maar hij komt nu langzaam op social media weer omhoog. Want hij heeft het eigenlijk net zoals Dr. Morse ook over... Oh, dat uh, weet ik het niet. Oh, nee, uh, over zuivel en dat soort dingen. Maar hij zegt eigenlijk de, uh, de ziekte nummer één is eigenlijk mucus. Ja. Slijmvorming in het ja, lijf, en ja. voornamelijk door zuivel. Um, dat daaruit eigenlijk alle, alle ziektes ontstaan. Ja, versuring, mucus. Ja. ja, dat is misschien nog wel een interessant stukje om aan te halen. Want je had net in het voorgesprek ook even over, over de pH-waarde van het lichaam. Heb je daar de ervaring, zou je die willen delen, die je had meegemaakt met... Uh, de keto. Uh... Oh, ja. Um, ja, nou ja, ons lichaam. Uh, ik had het al over. Uh, over die uh, homeostase. En ja, het, we denken ook dat het lichaam gebaat is bij een. Uh, bepaalde pH-waarde, een bepaalde zuurtegraad. Mm -hmm. En ja, we zien dus dat met een win-win-dieet. Dat, 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 dat die zuurtegraad heel optimaal is. Met als gevolg dat. Uh, ja, alle organen heel makkelijk voldoende zuurstof, voldoende voedingsstoffen kunnen krijgen. Wat gebeurt er met een dieet met veel aminozuren mm. en vetzuren? Dan raakt het lichaam verzuurd. Mm. En um, dan stikken cellen met als gevolg dat ze geen informatie of voedingsstoffen meer kunnen krijgen, met als gevolg dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Uh, met als resultaat dat jij uiteindelijk je werk ook niet meer goed kan doen. Hmm. En met werk bedoel ik niet per se de klusjes die je oplost voor je baas, maar waarom je hier bent op aarde. Hmm. Uh, ja. Ja. ja, dat is wel mooi, want wat ik de laatste tijd steeds meer lees, leer en ook voor wat voor mij juist voelt, is dat het belangrijk is om je lichaam in een zo alkalisch mogelijke stand te houden. Want in een alkalische stand zou er eigenlijk geen ziekte kunnen ontstaan. En heel veel mensen die laaggradige ontstekingen hebben, wat bijna. Meer dan de helft van Nederland is, uh, um, kunnen ziektes eigenlijk niet doorkomen. En vind ik wel nog een interessante, want uh, Roy was hier natuurlijk de gast en hij zei: uh, Er zou wel een balans in moeten zijn. Dus te alkalisch is ook niet goed. Ja, Daar zit misschien wat in, maar dat bedoelde hij ermee dat je dat dus moet counteren door inderdaad voldoende te bewegen? Omdat beweging ook weer een verzuring geeft. Maar in de basis zou jouw lichaam wel alkalisch moeten zijn. Um, is dit boek nou nog verkrijgbaar of ik hoorde... Ja, ja. Oh wel, ja. oké, okay, check. Ja. Ja. Waar uh, kunnen mensen dit boek vinden? Uh, uh, op jannekevandermeulen.nl. Dat is de enige plek waar je het boek kunt kopen. Hmm. En um, ja, die eerste twee boeken heb ik altijd gezegd... koop nou even zo'n boek voor een paar tientjes... want dat wordt een collectors item. Nou, dan hmm. kotsten mensen natuurlijk. Uh, Janneke met een grote mond. Maar ja. nu is dat dus zo... Je moet met heel veel geduld en heel veel geld, kun je soms voor 150 euro of meer zo'n boek op marktplaats uh, vinden. Um, dus die eerste twee niet meer verkrijgbaar, tenzij je veel geluk en veel geld hebt. En deze, de eiwitleugen, hier komt eigenlijk alles in samen. Mm. En uh, dit is, denk ik, mijn beste boek. Ja, het is een goed boek, boek. Wat, je, ja, wat je wil lezen voor. Uh, ja, optimale fysieke en mentale gezondheid. Hmm. Staat er nog zoiets op de planning? Zo'n project? Ja, of een ja, ja, ik heb het ja? ook al bijna af. O, oh, dan ben je. Je bent ja. al bezig met de nieuwe. Wauw, wow. ja. En uh, nog andere grootse plannen in de, in de toekomst? Of waar ben je nog mee bezig? Um, Wat je wilt doen? Nou, delen. ik merk dat er dus nu een hele generatie vrouwen is... die veganistisch eet. Uh, wordt zwanger. Gaat borstvoeding geven. Je kunt je oma niet vragen. Je kunt je moeder hmm. niet vragen. Je kunt niet naar de instanties toe. Maar je hebt wel je hart... Wat, heel wat zegt dat je heel graag plantaardig wil blijven eten. Mm. Uh, hoe doe je dat? Dus ik merk dat, daar, uh, dat ik volgens mij daar een boek over moet gaan schrijven... omdat ik nou ja, uh, ook bijvoorbeeld die geboorte helemaal samen met Mitchell heb gedaan. Mm. En natuurlijk onze dochter. Dus uh, we hebben een vrije geboorte gehad, zoals mm. we dan zeggen. En dan vervolgens dat veganistische dieet... in combinatie met borstvoeding en een opgroeiend kind... Volgens mij moet ik daarover gaan schrijven, want mm. er is heel veel vraag naar. Mooi. En natuurlijk uh, veganistisch dieet en topsport. Of überhaupt sport. Mm. Want ik zie wel sommige mensen die maken dan die switch naar uh, veganistisch eten. Ik noem het maar even zo. Met als, en dan gaan ze enorm veel linzen en erten en tofu eten, want ze zijn mm. zo bang dat ze anders te weinig eiwitten binnenkrijgen. Mm. Of dat de eiwitten van plantaardige oorsprong niet goed opneembaar zijn. Dus dat je niet nog meer moet gaan binnenkrijgen. Ja. Met als gevolg dat ze de hele tijd scheten laten en een buik hebben zoals een echte planteneter ook heeft. Mm. Heel groot en heel rond en opgezet en de hele dag scheten laten. Mm. Uh, dus volgens mij. Ja, moet ik daar ook nog een ja. ervaring over gaan delen? Want daar is ook echt heel veel. Ja, eigenlijk. Uh, verwarring. Oh, ja, ja, en verwarring. verwarring, ja, precies. Misschien is dat verwarring. nog wel een leuk puntje om aan het einde aan te halen. Want dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Dus dat de, uh, het verhaal van ja, de opname vanuit planten ja. en fruit is anders dan vanuit dierlijke producten. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Bullshit. Oh, <laughs> lekker lekker kort en bondig. Ja. ja. Ja, het, ja uh, goh, wat moet ik er nog meer over zeggen? Ja. Nou, misschien is het goed. Is het terug te lezen in je boek? Ja, 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 tuurlijk. Dan uh, zeg ik, koop vooral het boek. Ja. Um, ja. Heb jij nog iets uh, wat je wilt delen? Of een mooie one-liner? Of waarmee je me af wil sluiten? <laughs> nou, hartstikke bedankt ja. voor de uitnodiging. Ja, heel erg leuk de dat je bent geweest. Studio, complimenten, ook aan je vader. Ja. Uh, die heeft het echt heel mooi gemaakt. Dus... Uh, en ik vind het ook heel leuk dat ik zit hier met je zus en met je vader. Mm. Het is toch leuk om, uh, ja, ik weet niet, dat, dat, dat menselijke contact of zo. Verbinden. Ja, verbinden. Yeah. Dat, is, dat is toch uh, in deze digitale wereld waar we toch snel even met een appje of een WhatsAppje of een Instagram berichtje. Um, ja denk ik dat het belangrijk is dat we elkaar veel en vaak blijven opzoeken. Hmm. En uh, nou, dat kwam er nu even zo uit. Ja. Dus dank je wel. Supermooi. Ja, jij bedankt. All right. Dank je wel, Janneke. Yes.